Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Betvisie en Sportlife Management. Hartelijk welkom bij Haaglanden Voetbal Vandaag, met in deze editie. Henk van Wanrooy neemt met Viking Sport afscheid van de Weimarstraat en de weekendvoorspellingen van Rob Blankenstein. Het is een belangrijke week in het bestaan van het alom bekende Free Kick Sport, de voetbalspeciaalzaak. Vorige week zaterdag ging aan het einde van de middag de deur op slot in de Weimarstraat. Het weekend werd er heel hard doorgewerkt. Dinsdag ging de deur open van de fraaie nieuwe zaak aan het Savon in Lomanplein. 40 jaar Free Kick Sport in de Weimarstraat. Eigenaar Henk van Wanrooy weet zich nog veel te herinneren. Ja, in principe alles. Ik ken alle jongens van betaald voetbal. Die zijn bij ons als kind, als effje binnengekomen. En sommigen zitten echt hoog in de bomen. Een periode waarin alleen nog zwarte voetbalschoenen te koop waren. Ja, klopt helemaal. Het waren hele eenvoudige voetbalschoentjes. 30, 40 gulden. En die kochten dat en die konden dat allemaal maar net betalen. En als je nou ziet waar ze in rijden, dan vraag je je eigen wel eens af. Veel voetballers en trainers kwamen regelmatig langs. Ook om een bakkie te doen. Een koffiehuis was er jaloers op. Ja, het was meer eigenlijk een clubhuis in de Weimarstraat. We kregen van iedereen kwam binnen. Tot en met prinses Laurentine, die kwam ook door de voetbalschoentjes halen voor haar zoon. En, ja, we kregen alles binnen. Het was echt het clubhuis van Den Haag, bij wijze van spreken. Heeft Henk van Wanrooy ooit gedacht de Weimarstraat te verlaten? Nee, ik ben wel het afgelopen 2 jaar wel bezig geweest om iets te zoeken. En op een gegeven moment kreeg ik dit een aanbieding van iemand. Toen ben ik met de eigenaren gaan praten en ja, dat beviel me. Het zijn hele goede mensen, goede huisbaas, doet alles voor je. En ja, ik denk, ja, dit is de kans voor de toekomst, voor de kinderen en om verder te gaan. De nieuwe zaak kent ook een speciale voetbalhoek met een heus doel. Ja, we hebben een doel aan het einde van de zaak. Dan kunnen de kinderen weer zoals ze in de Weimarstraat lekker knallen op. Want dat kan je niet weglaten hoor. Dinsdag ging de nieuwe zaak open. Woensdag was er een open dag. En vrijdag vindt de officiële opening plaats waarop veel voetballers en trainers te gast zullen zijn. Volgende week in Haaglanden Voetbal een reportage. Komend weekend weer een compleet programma op zaterdag en zondag. Rob Blankenstein pakt de glazen bol er weer bij en geeft zijn 5 weekendvoorspellingen. We beginnen met de wedstrijd op de zaterdag in de derde divisie. Een duel tussen Quick Boys en Scheveningen. Quick Boys afgelopen weekend een enorm pak rammel gehad met 7-1 van de Rijnsburgse Boys. Scheveningen verraste toch wel door de koploper die nog ongeslagen was FC Lisse met 2-1 te verslaan. Bijzonder knappe prestatie van de ploeg van John Blok, zeker gezien het aantal blessures. Quick Boys heeft uiteraard wat goed te maken, dus ik houd op een drietje. Gaan we naar de tweede klasse tussen Lira en Monster. Lira afgelopen weekend een overwinning. Monster uiteindelijk toch nog een 2-2 gelijk spel. Monster in de uitwedstrijd enorm sterk. Lira thuis niet al te sterk, pas 1 overwinning. Gezien het feit dat Monster uit de punten meestal pakt, hou ik op een 2. En dan de laatste wedstrijd op die zaterdag. Echt een derby op Malenstein tussen Gedia en Loosduinen. Beide ploegen bivakeren in de onderste regionen. Waarbij Gedia 1 puntje meer heeft dan Loosduinen. Gezien het derby karakter en beide trainers kennende, hou ik het toch op een drietje. Gaan we naar de zondag. Het duel in de hoofdklasse tussen Kwik en Blauw-Geel 38. De laatste is de koploper. En die hebben 6 punten meer op dit moment als Kwik. Kwik een goede derde plaats innemend op dit moment. Wil Kwik het contact behouden met de lijstaanvoerder, dan is winst eigenlijk noodzakelijk. En dat zie ik de mannen van de Paal van de Zwaan wel doen. Ik hou het de helft op een eentje. En dan de laatste wedstrijd in de tweede klasse tussen BMT en Wateringse Veld Gona. BMT aardig op dreef de laatste weken. Afgelopen zondag ook weer een overwinning op HVV. Wateringse Veld Gona leed een 0-5 nederlaag op eigen veld tegen Excelsior 20. Ik neem aan dat de mannen van Patrick van Dullemer zich willen revancheren. Ook John de Wit van BMT zal ongetwijfeld op zoek gaan naar die 3 punten. Houd op een gelijkspelletje, de halve en 3. Bedankt voor het kijken en graag tot morgen, want dan zijn we er weer. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Betvisie en Sportlife Management.